Ze verbinden het middel, koffie en thee. Ja, koffie is zo'n beetje de levensader, denk ik wel, van zo'n voetbalvereniging. Dit is natuurlijk een plek om elkaar te ontmoeten en niet alleen maar naar je kinderen te kijken of zelf te sporten, maar ook gewoon om met elkaar contact te maken en te verbinden. En ik denk dat koffie en thee daar heel erg essentieel in is. Zeker op het voetbal, als we met z'n allen even bij elkaar komen en de ochtend starten, dan is er niks zo lekker als een goede bak koffie. Ja, ik blijf er toch 's ochtends wel een beetje wakker bij. Ik heb een idee van waar de koffie goed en slecht is bij bepaalde clubs. Want als ik vind dat de koffie slecht is op een club, dan drink ik hem ook. Ja. Nee, dat vergelijken we wel altijd hoor. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is. Als je gewoon als club zijnde een goede kop koffie kan schenken. Die vorige, dat zelf zetten, dan wordt de koffie oud en als die te lang staat. En dat hebben we nou geen last van. Het blijft altijd vers. Dus natuurlijk verkopen we nou veel meer. Op zaterdagochtend dan gaan er toch zo'n 12, 13, 1400 kopjes koffie doorheen. Dat is toch best wel een behoorlijke omzet. Je krijgt in één keer 50 man die gaan bestellen. Dus hoe sneller het apparaat werkt, zonder aan kwaliteit in te boeten, des te beter het is. Het gaat van gewone standaard zwarte koffie tot aan de cappuccino's en de latte macchiato's. Maar ook het theeaanbod van Douwe Egberts. Weet je, alle smaken zijn beschikbaar. Nou, voor de thee staat een grote kist met theesmaakjes klaar op de bar. En dan kunnen mensen kiezen. Voor onze kantine, de ideale machine. Ik denk dat wij die hebben staan hier.